Goedemiddag iedereen. Wat zeg je? Eet maar tot ik genoeg heb. Tot je genoeg hebt, ja. Oké. Oh, Milky. Hey, dat is mijn stoel. We zijn net gaan fitnessen. Het is nu 10:50. Ik moet binnen 10 minuten... Oei, ik word heel donker. Ik moet binnen 10 minuten vertrekken naar Antwerpen. Want we hebben een workshop voor signaal. Superleuk. Maar ik ga eerst eten. En ik eet paella. Zoiets. Van gisteren. Een Anka Massimo. Super lekker. No limit in the sky that I won't fight for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. With every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I'll climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and naar mijn goesting, dat is wel waar. Dus ik zou één toetsje hoger gaan. Maar gewoon maar om aan te geven, gebruik die verschillende zones om je kleur te testen, want dan weet je dat je geheel gaat kloppen. Dus ik ga jezelf laten zoeken en wij komen rond. Okay. Ik doe dat niet, omdat ik... Nee, ja, maar dan heb je vaak te veel product en dan gaat je het verder gaan uitstrekken, waardoor je een andere vorm van gezicht kunt creëren. Dus ik doe een jeugdigheidsdriehoek. Kan iedereen dat zien? Zet hem even wat waar. Dus dit stuk ga ik een driehoek geven. Hier ga ik een driehoek geven. Niet te groot, gewoon dit stukje. En ik ga er ook één en hier een heel klein beetje op de kin doen. En dat is wat ze doen in beauty make-up voor foto's. Dan zetten ze die drie punten aan. Hier gaan ze ook nog highlighten straks. Hè. Ja. Jezus. Hoe doet het? Hallo, ik ben terug thuis en Sam is ook thuis. We gaan pho maken, s'avonds. Dat is zo'n, wat was het, Vietnamese noedelsoep. Vietnamese. En ik dacht dat jullie het sowieso wel leuk vonden om te zien wat er in de goodiebag zit van de Signaal Workshop. We hebben deze You Look Good quote om ergens af te hangen. Superleuk. Dan deze Pure Leaf Tea in Lemon. Dan hebben we de Signaal White Now CC, dus dat is Care Correction Whitening. Dan past dat. Super tof. Dan hebben we de gewone Signaal White Now tandpasta. Die gebruik ik, gebruiken wij al even. Dus dat is super handig. Nieuwe tube. Dan hebben we een tandenborstel waar ik daar mijn tanden mee heb gepoetst. Dat is deze. Dan hebben we de White Now Touch. Het pennetje voor op te zwitteren tanden. Dan hebben we... A smile is the best makeup any girl can wear. True that. Dan hebben we nog een Pure Leaf in Peach. En dan hebben we een spiegeltje. Oh, super cute. Ziet er zo uit. Super schattig. Spiegeltje. En dan de make-up was van Yves Rocher. En we mochten alles wat we, hadden gebruikt, mochten we meenemen. Dat zal ik ook nog even laten zien. Ik heb ook mijn kaartje meegenomen, vond ik wel een leuk aandenken. Ik heb Yves Rocher Hydra reinigingsmelk. Deze. Dan hebben we twee foundations. Ik weet wel niet of dat hetzelfde is. Denk het niet. Nee, we hebben... Alhoewel, de nummer is hetzelfde. Dark 200 en Beige 200. Nou, ze zien er toch wel wat anders uit. Ik denk dat ik vandaag de beige op heb gedaan daar. En die past wel best goed met mijn huid. Dus
masker, toch? Dan heb ik die ook. Dan heb ik de oogschaduw Rose Bois Matte of zoiets. Dat is deze, dat is ook de oogschaduw die ik op heb gedaan tijdens de workshop. Past wel mooi bij mijn ogen, vind ik. Dan hebben we beige. Dit is een eerder zo'n highlighter voor in uw, boven uw, onder uw wenkbrauwen of zo. Dan hebben we een highlighter. Zo ziet die eruit. Dan een concealer in een peachy kleur. Die heb ik ook op, denk ik, dat dat deze was. Ja, dat is deze. Dan hebben we een lippenpotlood, lippenpennetje voor je lippenstift. Ziet er zo uit. Een borsteltje voor je wimpers. Dat had Peggy. Peggy had ons een workshop gegeven over make-up. Die had uitgelegd dat als je mascara opdoet en dan heb je soms zo klontertjes en zo. Deze borsteltjes zijn er echt heel goed voor. Kunt je zo daarna nog eens kammen. En dan gaan die klontertjes weg. En dan heb je kei mooie egale wimpers die mooi op een rij staan. Dus dat was wel een goede tip, vind ik. Ik vind mijn make-up trouwens ook wel echt heel mooi. Dat hebben we echt allemaal daar gedaan. We hadden de make-up die we op hadden afgedaan. En dan hebben we make-up leren aanbrengen met Peggy. Zo echt, ik heb wel echt toffe dingen geleerd, zoals contouren. Ik dacht altijd, vroeger zeiden ze dat je zo'n 3 moest maken. Maar dat je hier dan moest doen. Hier en hieronder. Maar blijkbaar moet je boven je wenkbrauw beginnen. Moet je hieronder gaan. En moet je hier gaan, op je kaaklijn. Dus dat heb ik ook geleerd. Ah, en deze borstel. Contourborstel, dan een foundation borstel en een blending borstel voor oogschaduw. Dat heb ik ook nog geleerd vandaag. Als je maar 1 oogschaduw op doet, zoals ik nu op heb, moet je wel altijd blenden. Je moet altijd goed blenden. Blenden, 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 blenden. Blenden. Dat is, ik wist dat niet. Ik dacht, als je zo oogschaduw op doet, dan doe ik dat gewoon op en dan laat ik dat. Maar dan heb je zo lijnen, dus je moet dat goed blenden. Ah, ja. Ja, dat heb ik geleerd. Het was echt wel heel tof, vond ik. Het was echt leuk. Het was lekker eten, allemaal vegan. Echt? Ja, wil je ook in de shot komen? Allee, zo snacks, hè, zo donuts. Vegan donuts. Ik heb er, vegan donuts? Ja, ik heb er in totaal 2 gegeten. En dan zo'n drankjes van Pure Leaf, was super lekker. Ja, en dan hadden we een make-up workshop eerst. En dan ook zo uitleg gekregen van hoe dat de signaaltandpasta werkt en het signaalpennetje. Dat is ook super interessant en leuk om te weten te komen. Hoe dat witter maakt en zo. En wist je dat je sowieso al je glazuur, dat sowieso al zo... Ja, ja, niet genetisch bepaald is, maar dat je wel, hoe wit je tanden zijn, dat zit zo in u. Ja. Snap je? Ja, ja, ja. Ja. Bijvoorbeeld, ja, mensen zeggen altijd tegen mij van, amai, je hebt super witte tanden. En soms bleek ik die ook, maar ook al zou ik die nu een jaar niet bleken, dan zijn die nog wel mooi wit. Omdat ik sowieso al wel van mijzelf mooie witte tanden heb. Maar... die kunnen natuurlijk wel wat verkleuren door ja, koffie, thee en wijn en zo'n dingen. Dan kunnen er verkleuringen komen. Maar oké, al bij al, het was gewoon heel tof, heel gezellig. Wij gaan nu volmaken onze Vietnamese soep. Maar ik denk dat we de vlog hier gewoon ook gaan afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Doe zeker thumbs up! En wij zien jullie morgen!